En wie wil hier hacker worden? Ja, ik! Okay. En ik wil wel slecht hacker worden. Hallo dames en heren en super tof dat jullie allemaal kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik moet een beetje zachtjes zijn, want D is nog aan het slapen. Maar ik moet me wel ondertussen even klaarmaken. Ik heb net heerlijk gedoucht. Eigenlijk wilde ik er niet onderuit. Het was zo lekker warm. Ik was echt zo van, oh dit is zo lekker. Vooral omdat het gewoon steeds kouder wordt en dat merk je in de nacht ook en dus ook tijdens het slapen. En het is zo dat D en ik hebben een beetje een dilemma. Als we ons raam dicht doen gaat het heel erg stinken van onze slaapgeur. Maar als we het open houden is het lekker fris en heb je ook frisse lucht tijdens het slapen. Maar dan wordt het wel een beetje koud. Lastig. Hoe doen jullie dat precies? Laat het weten hier in de reacties. En ik weet zeker dat jullie dat ook wel eens hebben gehad. Dat je gewoon onder de douche wil blijven staan. Dat je denkt, oh lekker warm. Maar je moet er dan eigenlijk onderuit. Omdat je anders te laat komt. Nou, dat had ik precies ook. Ik ga alleen nog even tandjes poetsen. En dan ben ik helemaal klaar voor. Uitrekken is soms zo echt ongelooflijk lekker. Maar we zijn in Den Haag. En met we bedoel ik Thijs en ik. Want het is gewoon weer stage dag natuurlijk. Zeker weten. Life goes on, man. Altijd. Okay. We hebben allebei echt heerlijk geslapen in de auto zo net. En we zijn dus nu hier in het hoofdgebouw van KPN. En we gaan iets super tofs doen. En we zitten wel op een vreemd plekje eigenlijk. Het is ook wel cool hoor, daar niet van. Maar je hebt hier allemaal bepaalde stukjes waar je gewoon even kan zitten. En ik dacht, ja, we kunnen wel daar gaan zitten. Maar het is veel cooler als we gewoon hier in zo'n hoekje gaan. Ziet er wel gaaf uit. Wat wij hier precies gaan doen is echt heel erg cool. Het is zo dat vandaag is hier een dagje georganiseerd voor een groep kinderen. En die is hierheen gestuurd om te leren hacken. Ja, geloof het of niet. Kinderen leren hacken. Hè? Hoe cool is dat? Super nice. Ja, ik had gehoopt dat ik dat ooit zou hebben op school. Dat ik een beetje kon leren hacken. En gewoon iets daarvan kon leren überhaupt. Dus wij gaan naar binnen. Ze zijn bezig, die kids. En laten we even kijken wat er allemaal gaat gebeuren. En of wij ook misschien een beetje nog wat kunnen leren van het hacken. Dat zullen we zien. Oké, cool. Nou, gaan we. Het is best wel een grote zaal. Nou, hier zie je dus een stukje podium. En hier zie je dus allemaal tafels. En het leuke is dat ze hebben geen idee dat ik hier ben. Dus ik ga gewoon even een beetje kijken. Ze zijn allemaal dingen aan het lezen. En ze zijn helemaal aan het kijken hoe het moet. En hier ook. Oh, lekker appeltjes sappelen. Hey! Nee! Nee! Alles goed? Nee. High five, man. Serieus. Ben je lekker aan het hacken? Enzo Knol! Oh my god. Enzo Knol! Box, man. Doe de dab. Super cool, man. Ik schrok me dood. Jij dacht, hè? Gaat hij goed hier zo? Ja. Zijn jullie lekker bezig? Ja. Oké, okay, gaan we door. Zet hem op, ja? Ja. Wij kunnen daar zitten? Ja. Ja, ook inderdaad. Net zoals met batterij. Heb je een plus en een min. En als je dan een lampje wil aansluiten, ja, dan zit de ene kant aan de plus en de andere kant zit aan de min. En wij gaan soort lampjes gebruiken die daar, ja, die vinden dat nog wel fijn om de plus op de plus te hebben en de min op de min. Want anders komt de magische rook eruit en dan doet hij het niet meer. Nou, we gaan straks een Arduino programmeren en daar zit een chip op. Hebben jullie wel eens gehoord van het woordje chip? Ja. Dan heb ik het niet over de paprika chips en chocolate chip. Ja, inderdaad. Nee, ik heb het over de chip en die zit hier op de Arduino. En die Arduino, dat is het soort hart van de Arduino. Alle brains die zitten uiteindelijk in die chip. En straks dan krijgen jullie allemaal zo'n Arduino samen en dan gaan jullie eerst de chip eventjes samen opzoeken. High five Thijs, teamwork for life man. Dit is echt een super goede test voor mij en Thijs. Om even het teamverband te trainen. Zeker, zit er wel goed in. Dus wij krijgen een, hoe noem je dat? Een Arduino. Ja. En wij moeten dan als eerste de chip opzoeken. De Arduino. Klinkt als een soort dinosaurus. Arduino. Ja, super. Dankjewel. Kijk, we hebben hier een snoertje, een USB naar een... Als jullie het vastpakken... Wat is dat voor verbinding, Jan? Ook USB, andere type. Oh, andere type. Oh, wow. Dat wist ik helemaal niet. Dit is ook USB, maar andere type blijkbaar. En dit is de Arduino. Hey.
kan me er echt niet voorstellen dat ik die op school had. Oké, we gaan. Weet je wat ik altijd deed? Gewoon kijken wat hun doen. Gewoon even kijken wat hun allemaal doen. Gewoon even een beetje afkijken. Wij gaan dit magische ding aansluiten. Kom op, Thijs, doe het. Doe. Kom op. Doe het. Ik zie iets branden. Yes, ook rood. Knolpower rood. Dankjewel. Kijk, we hebben hier een lampje. Dit lampje moeten wij stoppen in nummer 13. Oh, eerst de kabel los? Ja. Dus wilt, deze los? Je wilt toch geen schok krijgen? Oh, oké. We moeten hem los doen, anders krijgen we een schok. Kijk, laten we deze erin doen. Nee, jij. Ja, ik ben niet nu. Nee. Kom op, Thijsie. Nee, ik durf het. Je durft het geweest? Als je deze... Hij gaat branden. 13 en G en D. Deze. Oké. Je hebt hem in 12 en 13. Nee, je moet hem in 13 en round. Hij zit erin. Echt niet. Langer. Want in 13 zit er langs. En kort in. Wij hebben de Arduino aangesloten. We hebben een programmaatje opgestart. En als het goed is, als wij nu hier op het knopje drukken, dan gaat het lampje knipperen. Hopen we. Okay? Drukken. We moeten gaan uploaden. Oh, een foutmelding. Oké. Oké drukken. Oké. Even moet zeggen dat hij begrijpt welke Arduino je hebt. Ik zie hier iets gebeuren, mensen. Hij knippert. Hij knippert. Je hebt nu het programma voor Blink heb je nu ingeladen. Yes, programma Blink. Lood. Ja, ja. Hij brandt. Zo ben je met de spelen. Dit is het programma wat we gebruiken om het lampje te laten. Limpje is ook een leuk woord. Op het limpje. Duimpie! Hey, duimpie! Om het lampje te laten branden. En deze delay, 1000, dat zouden we een keer kunnen aanpassen naar 500 of 2000. Maar hey, ik zou geen Enzo heten als we dit gewoon even veranderen naar 6000. Verder. Wow. Je hebt een delay 1000 staan. Ik wil een 6000 staat voor 6 seconden. Ja, dus wat je er nu van gemaakt hebt is, hij wordt hoog, het signaal. Dus dat betekent lampje aan, 1 seconde wachten. Daarna maak het lampje, doe het lampje uit, zet het op laag. En daarna wacht je 6 seconden. Dus als we het andersom doen. Oh, dus we kunnen zelf instellen hoe snel dat lampje gaat branden. Ja. Nice. Dus als we deze 1 doen. Ik wist het eigenlijk niet. Mag. Deze 6. Maak eentje. Het is in milliseconden en de andere dus het is 250. Wel... Nu lijkt het alsof die heel erg gewoon brandt. Maar eigenlijk wat je gedaan hebt is je hebt 1 milliseconde dat die aan is. En dan 6 milliseconden is hij uit. Oh jeetje. Dus het is zo snel. Weer dat je niet kan zien. 60. Maar nu heb je het dus heel lang aan. Heel lang uit. Oh! Yeah man, we zijn coole programmeurs. Yeah. Yo, dit is nice man, check de disco. Hey, dit moet je hebben voor je setup, Thijs. Ja, dit is keihard man. Thijs durfde niet op het knopje te drukken, dus toen deed ik het maar. Ik durfde ook een keer. Ja, nu durf je het wel. Nou. Hij gaat daarmee even uit ofzo. Als je hem ingedrukt houdt. Ja, dan blijft hij uit als je hem ingedrukt houdt. En als je hem loslaat, gaat hij aan. Wat is, eigenlijk wil ik nu kijken, ja, of we het twee keer leuk kunnen gaan maken. En wat is nou leuker dan 1 ledje, Enzo? 2 ledjes! Nou, tada! Yay! We gaan ervoor zorgen dat we een tweede ledje gaan aansluiten. En daar moeten we wel iets voor doen, want die ledjes die kunnen niet zomaar op iedere pin aangesloten worden, want dan branden ze door, dan krijgen we rook en dat willen we niet. Dus we moeten daar een weerstandje voor gaan toevoegen. We zijn nu bezig met dit breadboard en we zijn proberen om deze snoertjes in deze te doen. In, hoe heet dat ook alweer? Arduino. Yeah man! van de Arduino naar het breadboard te doen. En dan gaan we dit even koppelen, zodat we twee lampjes kunnen laten branden. Je schrok wel. Je dacht, nee, mijn beste vriend gaat eraan. Nee. Nou dames en heren, we hebben het lampje werkende gekregen. Kijk,
En ik sta hier samen met een baas. En ja, bij jou is alles gelukt. Ja, bij mij is alles gelukt. En vind je het leuk? Ik dacht misschien is het leuk als we nu even baas houden en even wat eten. Ja, dus jij weet er eigenlijk al best wel veel van af. Ja, meer en meer wel. Ik denk dat als jij heel wat uitleg in het Engels zou krijgen, dat je het ook wel zou snappen. Ja. Ja, hij wordt namelijk twee talen opgevoed, hè? In Engels en Nederlands. Ja? Zo cool, ik ben zo jaloers erop dat je gewoon wordt opgevoed in het Nederlands en in het Engels. Maar goed, ik heb het echt super leuk gehad. Jongens, Thijs, we hebben het goed gedaan. Ja. En wij hebben wat geleerd over het programmeren hier. Hoi. Hoi. Wilde jij wat zeggen over mijn werk? Ja, wij hebben 4, jij hebt de nummer 1. Even. Ik heb heel goed gedaan, ja? Mijn moeder weet wie je bent. Klopt. Oh mijn god, zijn moeder weet wie ik ben. Ja. Straks gaat ze me hacken. Nee. Vinden jullie het nou leuk hier om dit te leren allemaal? Ja. Sowieso. En wie wil hier hacker worden? Ik. Ik wil wel slecht hacker worden. Oh, dat mag niet. Dat mag niet, dat mag van de dark side. En jullie gaan nooit mijn website hacken, toch? Nee. Als ik ooit hackers nodig heb, dan bel ik jullie kijk, op, ja? Kijk. Deze wil een soort hacker worden. Hey. Hey. Deze, die moet hierin, toch? Ja. Die moet er volgens mij naast. Da-da-da-da-da-da-da-da-da! Oh. Ze willen allemaal met mijn stagiair op de foto. Hij is ook zo goed, hè, die Thijs. Hij is zo goed, beste designer. Beste designer worldwide. Anyways, na ongeveer een kwartiertje op iedereen's pet een handtekening te hebben gezet en met iedereen op de foto ben gegaan, gaan we nu even lekker smikkelen. Moet eens even kijken wat voor lekker eten we hier hebben. Een appeltje, we hebben hier een lekkere baguette en we hebben hier sinaasappelsap. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Doe het smakelijk. Doei allemaal! Ik vond het echt heel erg vet om mee te maken. Jij ook, Thijs? Zeker, was leuk. Het is gewoon bizar dat, stel voor ze zouden dit op scholen geven, hoe zou de toekomst er dan wel niet uitzien? Want dan leren die kinderen, die leren gewoon echt supergoed om te gaan met bijvoorbeeld internetten en hoe het allemaal werkt. En hoe je bijvoorbeeld veilig kan internetten, is natuurlijk super belangrijk. En een beetje hacken. En natuurlijk goed hacken. Ja, zeker. En voor goede bedoelingen. He? Niet om andere gekke dingen te doen natuurlijk. Dus en het bizarre vind ik dat die kinderen die pakken dat zo super snel op waar we net mee aan het werk waren. Sommigen die waren gewoon nog sneller dan dat wij waren. Ja, wij liepen gewoon achter. Ja. Super ongemakkelijk, maar we hebben er wel wat van geleerd. Er komt hier een trein voorbij. Ik vind dat altijd zo gek dat als je op de snelweg rijdt en er is een trein die zeg maar jou inhaalt. Of je rijdt net zo hard als de trein, dat ziet er altijd super spacend uit. Ik weet niet of jullie dat ooit wel eens hebben gezien als jullie op de snelweg aan het rijden zijn. Of tenminste, of je ouders of wie dan ook. Maar het ziet er echt spacend uit, moet je maar eens een keertje op letten. En weet je waar we het zo net over hadden? We hadden het zo net over wat ik deed toen ik heel klein was en op vakantie ging. En wat de jeugd van tegenwoordig nu doet. Wat ik altijd deed was bijvoorbeeld een wedstrijdje met mijn broer wie de meeste kentekens kon opschrijven van auto's. En dan wel gewoon verschillende. Alleen wat er nu gebeurt is dat iedereen heeft een mobiel of een tablet. En die gaan gewoon spelletjes doen op een tablet. Of die kijken een film of video's. Ja, ik weet niet. Ik heb weer nu zo'n momentje van, gaat het eigenlijk allemaal wel niet hard, die technologie. Het is echt niet te geloven. Het is gewoon niet bij te houden. Ja, neem nog maar even een hapje van je appel aan. Ja, straks zijn er ook geen appels meer, dus. Kijk eens hoe deze man dat doet, joh. Die is gewoon met een apparaat aan het boren. Ziet er super vet uit, zeg. Ik wist helemaal niet dat je zoiets had, joh. Ik dacht dat je altijd alleen maar zoiets had dat je het vast moet houden en dat je dan zo erop moet staan en dan zo doet. Maar deze gast die doet het gewoon super relaxed met een afstandsbedieningetje. Als jullie de vlog van laatst hebben gezien, dan wisten jullie dat ik een lekke band had. Dus die gaan we even naar de fietsenmaker brengen. Yo! Dus we gaan even mijn fiets naar de fietsenmaker brengen. Ik kan lekker wel fietsen. Ja. We zijn even een rondje door het dorp gaan lopen. We hebben even oliebollen gehaald. En de fiets is al klaar. Ja! Gewoon binnen een uur. Het is echt zo sick. Dus ik ben super happy. Autoradio's. Zo. Heel sexy. Ja, ben je echt een soort van Duitser. Met dat bond krijg je met dat kooltje zo. En dan zo'n zonnebril, zeg zo'n Duitse ski leren aan. Pussy destroyer. Oké, daar staat mijn fiets. Hopsakee. Nice.
achterband weer helemaal flex. Ja? Ja, die krijg je niet meer in, hè? De expert heeft even gevoeld. Bumper! Wat zijn we aan het zoeken, mevrouw? Mijn speelgoed van vroeger. En waarom? Dat weet ik niet. Vond ik gewoon leuk. Ik heb gewoon zin om dat weer eens terug te zien. Maar ik ga het zo laten zien als we het hebben gevonden. Oké. Ga ik laten zien waar ik vroeger mee speelde. We moeten eerst nog zoeken waar het allemaal ligt tussen al deze dozen. Zoveel dozen hier. Al die rommel die mama had verstaan. Nee, grapje. Het zijn skispullen, kerstspullen, verjaardagspullen. Het is wel handig, maar wel moeilijk zoeken. Bumpertje is ons weer gevolgd. Jij bent nieuwsgierig, hè? Na even gezocht te hebben en ondertussen een vies shirt te hebben gekregen, hebben we ze uiteindelijk gevonden. Ik vind dat altijd zo naar. Tenminste, niet altijd, maar soms. Dan doe je iets nieuws aan en dan is het meteen vies. Maar goed, we hebben het wel even over het speelgoed van D, hè? Kijk nou eventjes. Dit ziet er echt ziet er prachtig uit, hoor. Kijk wat we hier hebben. Dalmatier. Dalmatier. En dit is de binnenkant van de Dalmatier. Voorzichtig! Want ja, oh sorry. Zo zit dat natuurlijk bij alle Dalmatiers in elkaar. Dit is hoe ze van binnen eruit zien. Ja. Kijk eens wat we hier allemaal hebben. Dat waren ook allemaal dingen die je bij ijsjes kreeg en zo. Even kijken of we wat leuks tegen kunnen komen. Oh, allemaal mooie huisjes. Oh my god, dit was zo leuk. Deze is best eng op zich. Dat is zo'n dingetje en die kon je dan uit zo'n ei krijgen en dan... Kijk, dan zit er... Een poesje in. Oh. Oh my god. Oh, dit is fancy. Oh my god, dat is Polly Pocket. Polly Pocket, Polly Pocket. Baby born, baby born. Ah, dit is zo schattig. Oh my god, kijk. En dan doe je dan Sinterklaas zo in. En dan, oh. Je snapt er helemaal. Wil jij een chocolaatje? Bezorgservice. Kijk hoe leuk dit nou is. Dan denk je gewoon een schoen. Maar het is niet een schoen. Die kan zo open. En dan kan... Laadje open en dan heb je een konijntje. En dan zitten hier nog veel meer dingen in. Waarom zou je een konijntje op een schoen zetten? Je snapt er echt helemaal niks van. Nee. Maar ik vind het wel leuk om te zien. En vooral leuk om te zien hoeveel plezier jij er nog aan hebt. Nou, welkom bij het huis inrichten van de heer Knol. We zetten een tafeltje neer. Even een stoeltje. We willen ook even een lichtstoel hebben. Oh, dat is niet hoe die moet. Oh, ja, een lichtstoel hier zo bij het zwembad. Oh, dit is echt de typische lichtstoel. Die willen we hier. En dan willen we natuurlijk een lamp bij het zwembad. En de wc ook altijd super handig. Die zetten we hier bij de bosjes neer. Wat hebben we hier? Oh, een vogel. Nou, we hoeven geen vogel. We hebben hier een la. Wat de heck? Nee, dat is een wasbak, Dombo. Een wasbak? Oh, dat is een wasbak. Oh, oké. Ja, die wasbak willen we hier hebben bij de toilet. Dat als je aan het kakken bent, dat je ook meteen de was kan doen. Oh, dat is D. En nu kom ik er ook nog aan. Oh, je bent wel een beetje vrouwelijk. Ik ben een beetje vrouwelijk, ja. Nou, dit is mijn inrichting. Hopelijk vonden jullie dit leuk. We zijn naar elkaar aan het zwaaien. Hey, D. Oh ja, dan doe je zo. Even kijken. Hi, Enzo. Hi, D. Oh, en wie gaat daar zitten? Op die stoel? Mika. Nika verliest haar hoofd eventjes. De benen. Oh, de benen. Oké. Okay. Arme Nika. Nika mag in de dode stoel. Oké, okay, in de dode stoel. Kijk, dat is nog een beetje groot. Maar dit is dus de echte shit. Dit is de echte shit? Dat was mijn favoriet. Het is wel echt een beetje vals, maar... Kijk, dit formaat... Dat vond je het leukst. Oh, dat is wel heel erg klein, hè? Ja, yeah, I know. Wil je kijken wat ik allemaal heb gemaakt? Nou... Ik heb heel erg mijn best gedaan, oké? Dus ik wil niet dat je me uitlacht. Oh, wat heeft deze? Ja, even niet. Komt. Wat? Komt nog. Laten we beginnen in het huisje. We hebben hier natuurlijk Zwarte Piet. En we hebben hier de baby. De baby heet Jamella. Het is een jongetje. En dan hebben we hier Ricardo. Die is aan het chillen in het zwembad. Nou, en hier hebben we dus D. Hier hebben we dus Enzo. En dit is dus Njekka. En dit is José. Die is daar aan het chillen en die heeft hier een wasbak naast zich, want zij is de huisvrouw. En dan hebben we hier deze toilet. En daar zat net iemand op, maar die was weggegaan. Maar plopperde, plopperde, plop. Daar is ze. Vind je het leuk verhaaltje? En dus die kan op de wc zo. Je verpest mijn jeugd momenteel. Zo barven, zo. Blah. Zo. Het is een goede houding dit. Maar nu komen we bij het mooiste. Dit zijn mijn twee favoriete baby's. Want ja, je hebt natuurlijk altijd een favoriet. Nee. Deze die heeft een flamingo doodgeschopt. Dus daarom heeft ze allemaal roze haar aan de been. En deze die,
heeft een been verloren. Omdat ze ook een flamingo had doodgeschopt, maar die nam de been mee, zeg maar. Dus ja. En de, oh ja, dit was met de auto waarmee ze ook dan later een flamingo hadden doodgereden. En ja, die leeft nog. Met jou met de grapjespelers niet. Nou, dat was mijn verhaal. Ga weg. Nou, laten we de volgende keer weer spelen. Schatje. Ik wil hem even dicht doen. Voorzichtig. Tot de volgende keer. DJ heeft lekker soepie gemaakt, lekker salade. En een paar andere lekkere hapjes voor het eten. En je hebt de hele tafel daar heb je helemaal vol staan met je Barbie spullen. Ik had het net naar mijn zusje gestuurd, die vond het ook leuk. Fijn. Zullen jullie je zusje maar eens moeten uitnodigen? Dat ziet er lekker uit. Lekkere opnames gehad hier in de studio. En ik heb ook eventjes nog... Nou, dit is dan wat er over van is, maar... Lekkere Franse magere kwark met een beetje honing erdoor gesmikkeld. Dat was echt super lekker. Dat is echt een tip om een keer te eten. Maar goed, tijd om te gaan slapen. Morgen een super lange dag, maar wel een hele leuke. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie dus morgen allemaal bij een gloednieuwe vlog. Ik wil te snel om 4 uur morgen. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke vette peace.